Heb jij dat ook? Ik raak hier echt niet uitgekeken. Ja, gaaf, hè? Dat is wel het voordeel van vroeg opstaan. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Ex-Topsporter TV. Alles over het leven na topsport en meer. Want ook als niet-topsporter kun je hier terecht met je vragen en geef ik je graag mijn visie hoe jij het optimale uit je leven kunt halen. Het is vandaag weer vrijdag en dat betekent inderdaad dat het weer Vragenvrijdag is op Ex-Topsporter TV. En dat betekent ook dat we weer een nieuwe vraag binnengekregen hebben en deze keer komt die van Wendy. Mijn vriend is 2 maanden geleden gestopt met topsport en ik merk dat hij er veel moeite mee heeft. Ook vindt hij het lastig te omschrijven hoe het voor hem is. Ik heb zelf nooit aan topsport gedaan en wil daarom graag weten wat hij voelt, zodat ik me in hem kan verplaatsen. Kun jij uitleggen aan een niet-topsporter hoe het is om als topsporter te stoppen met een topsportcarrière? Wendy, dankjewel voor het inzenden van deze mooie vraag. En wat mooi dat je zo open opstelt om te willen weten wat je vriend voelt. Zoals je vriend zelf ook al aangeeft, is het gewoon heel lastig om een gevoel te omschrijven. En helemaal aan iemand die het zelf helemaal niet ervaren heeft. En juist omdat dit gevoel zo lastig is om te omschrijven, wil ik je graag een compilatie laten zien. Een compilatie van mijn documentaire Diepgaan voor Vancouver. En wil ik je graag meenemen in dit gevoel. Dus kijk maar eens mee. Veel kijkplezier. Schaatsers. Als je wat een betere bouw had gehad, denk ik dat je daar veel, veel beter in zou geslaagd zijn. Mag ik mooi diep zitten? Diep zitten! Heel veel doorzettingsvermogen. Altijd vrolijk, altijd optimistisch. De kop die erop zit, is het verschrikkelijk goed voor een topsportster. 12 jaar ben ik. Mijn ouders gaan scheiden. Ik vind het verschrikkelijk. Ik zoek troost in het trainen. Eindeloos trainen. Ik ben 17 jaar. Op de dag van mijn opa's verjaardag is mijn grootste fan overleden, mijn oma. Al mijn verdriet van de afgelopen jaren komt eruit. Hoe graag ik ook wil, het schaatsen gaat voor geen meter meer. Ja, dat doet je als moeder zijnde. Ja, dat deed mij gewoon, dat deed mij heel erg pijn. Om jou zo te zien vechten. Gewoon omdat je wist, ik kan het. En ja, door gezondheidsproblemen, dat jouw lichaam gewoon eigenlijk niet wilde. Omdat je zo verschrikkelijk veel wilskracht had en sterk was, had ik het idee van nou, als ik haar nou probeer de beperkingen die er zijn, die niet aangeboren zijn, maar die ook een beetje verworven waren, die stukjes beperkingen, die kon ik jou weer teruggeven. Nog 1 jaar te gaan voor de Olympische Spelen in Vancouver. We staan op scherp. Waarom moet ik uitgerekend nu ziek worden? Terwijl ik me had moeten plaatsen voor de kwalificatiewedstrijden voor de Spelen. Ik mis te veel wedstrijdervaring en word uit het team gezet. Ik heb behoefte aan troost. Ik wil naar mijn vader. Dat je zoveel aan het sporten was, dat vind ik wel goed, maar ja, topsport. Ja, dat vond ik voor jou ook niet zo goed. Als de ouders niet achter de keuze van een kind staan, dan ja, lijkt me dat voor een sporter ook niet vol te houden. Ik miste jou ook gewoon heel erg.
En ik wilde juist van jou horen van, nou meid, je bent goed bezig en ik geloof in je. En, maar ja, dat hoorde ik niet. Nee. Dat komt ook van in Short Track, vind ik. Dat je de top toch nooit kon halen. Ja, dit raakt me wel als je dat zo zegt. Margriete Schutter, jij had op dit moment misschien al wel in Vancouver moeten zijn voor de Olympische Winterspelen. Net niet gehaald. Nee, helaas niet. Grote vraag natuurlijk. Er komen over 4 jaar weer Olympische Spelen. Ga jij nou weer 4 jaar alles aan de kant zetten om dat te halen? Het belangrijkste is sowieso, vind ik, om gewoon de weg ernaartoe, naar je doel, gewoon heel erg te genieten. Dat maar dan omzeil je mijn vraag een beetje. Klopt, maar toch wil ik dat even kwijt. Dat je dan niet denkt van... Ik draai om de vraag van Arie Boomsma heen. Want ik merk dat het me te veel verdriet doet om antwoord te geven op zijn vraag. Vanmorgen zwaaide ik tijdens de training mijn schouder uit de kom. Mijn 5e blessure in 4 maanden tijd. Ik werd gek en kon mijn gevoelens maar moeilijk in bedwang houden. Ik heb nog eens al mijn moed verzameld en doe mee aan de Nederlandse kampioenschappen. Niemand weet op dat moment dat ik mijn laatste rondjes aan het rijden ben. Maar ik des te meer. En ik denk dat het knokken jou karakteriseert, dat het terugkomen jou karakteriseert. Maar je hebt denk ik voortdurend op een soort afstand gezeten die je steeds weer kleiner maakte. En dan kwam de volgende tegenslag. Ik heb gewoon die ruimte niet genomen toen. Om nou meer bij jou te zijn. Maar het was ook om jou niet in een... omdat ik er anders over dacht. Om jou niet in een loyaliteitsconflict te brengen, zeg maar. Dan had je er nog weer een adviseur bij. Vroeger, ja, als je eczeem had en dan kon je niet slapen, dan ging ik gewoon even bij je aan de rand van bed zitten en dan legde ik mijn hand op jouw hand of waar je jeuk had aan. En dan binnen 2 minuten sliep je. Ja. Vooral achteraf, in het moment, besef je dat niet zo, maar nu ik dat zo zeg, ja, denk ik dat je mijn hand misschien wel gemist hebt. Ja, dat was wel goed geweest, denk ik. Dat raakt me wel. Een slijding, spijker op zijn kop. Ja, ik besef nu ook dat ik je eigenlijk nog meer kwijtgeraakt ben als dat ik altijd al dacht. En hoe bedoel je dat? Nou, gewoon... omdat ik je wel miste. Dat was een eigenschap van mij. Van als het moeilijk gaat dat ik dan uit contact ga. Dan trek ik me terug. Het is goed. Het voelt zo raar om te stoppen. Wat zal er met mijn lichaam gebeuren? Word ik te dik? Krijg ik een slap lijf? Doodeng vind ik het. Doe ik er wel goed aan? En hoe zullen anderen mij zien als ik niet meer het meisje ben dat schaatst? Zal mijn vriend me nog wel leuk vinden? Wat nou als ik door dit besluit helemaal verander? En wie ben ik eigenlijk zonder schaatsen? Toch weet ik diep in mijn hart dat mijn lichaam niet meer wil. De pijn wil ik niet meer. Nee, ik wil niet meer.
grootste gemis is dat de bond zegt, Margriet, doe niet meer mee, dus je zet een streep door je naam. Dat doet de bondscoach ook. Dat doet de medische staf ook. En daarna ben je ook niemand meer. Je hebt de sport niet meer, je hebt de aandacht niet meer, de pers niet meer. Dus er is wel degelijk zoiets als een zwart gat. Ik hoop dat deze compilatie van Diepgaan voor Vancouver je wat meer duidelijkheid heeft gegeven. En dat je wat meer inzicht hebt gekregen in het gevoel van het stoppen met topsport. Mocht je de gehele documentaire nog eens willen zien, kijk dan eens op extopsporten.nl. Daar is hij in zijn geheel te bekijken. Heb jij, net als Wendy, ook een vraag? Laat het me weten via extopsporten.nl. En ik zal je vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. En wil je je ook abonneren op Extopsporten TV? Klik dan hier om je te abonneren. En deel deze video gerust met je vrienden via YouTube, Twitter, Facebook of Google+. En schroom niet om hieronder ook een reactie achter te laten. En tot slot heb ik nog één vraag voor je. Hoe leg jij een bepaald gevoel uit aan een ander wat de ander niet kent? Heel erg bedankt weer voor het kijken en heel graag tot volgende week hier op Extopsporten TV. Alles over het leven na topsport. En meer. Voor elke aflevering zijn we op zoek naar hele mooie plekjes. En deze beelden wil ik jullie echt niet onthouden. Wat we vanochtend allemaal gezien hebben, echt zo mooi.